Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. De gifbeker voor Galapagos lijkt maar niet leeg. Er is nu namelijk bekend geworden dat de studie naar een middel tegen longfibrose is stopgezet. Maar is het dan nu het perfecte moment om in te stappen of is het beter om gewoon verder te kijken? Ik bespreek het in deze video, dus laten we snel beginnen. Aandelen in de sector van biotechnologie brengen heel veel risico met zich mee. Dat zagen we met Galapagos al een paar maanden geleden, toen het middel tegen reuma geen groen licht kreeg van die FDA. Daardoor zakte de aandeelprijs flink in een hele korte tijd. Ook al was op dat moment de verwachting dat het Europese Geneesmiddelenbureau de vergunningsaanvraag wel zou accepteren. Maar Amerika was de grote markt voor het reuma geneesmiddel. Dus veel beleggers besloten toen de positie te verkopen, ook al was er nog een kans op goedkeuring van de FDA. Galapagos moest op dat moment meer onderzoek gaan doen, want de FDA had wat vragen over de veiligheid bij een hogere dosis van 200 milligram. Maar halverwege december werd bekend dat de goedkeuring er niet meer in zit. En is toen ook besloten om te stoppen met het proces om goedkeuring te krijgen voor het reuma geneesmiddel van de FDA. En dat zag je direct weer terug in de aandeelprijs, want dat is hartstikke slecht nieuws natuurlijk. Het was dus alsnog een flinke klap. Bijna 20% zakte de aandeelprijs van Galapagos in hele korte tijd door dat nieuws. De bodem lag ongeveer op 78 euro, het nieuws werd verwerkt en je zag weer langzamerhand een stijgende lijn. Heel veel beleggers hadden nog steeds vertrouwen in andere middelen en je zag op een gegeven moment weer een aandeelprijs van 91, 92 euro tevoorschijn komen. Maar die aandeelprijs werd op 9 februari behaald, dus natuurlijk een paar dagen geleden. En niet veel later kwam het nieuws naar buiten over een onderzoek naar een longmedicijn van Galapagos. Een studie naar het middel tegen longfibrose is namelijk geannuleerd. Er was namelijk pijnlijk advies naar buiten gekomen van een onafhankelijk comité over dit medicijn. Er is sprake van een ongunstige balans tussen werkzaamheid en veiligheid van het medicijn. Toen is besloten om de studie direct stop te zetten. Galapagos heeft naar buiten gebracht erg teleurgesteld te zijn en de aandeelhouders, ja, die waren natuurlijk ook allesbehalve tevreden. Een kwart van de beurswaarde verdween in rap tempo, ruim 25% ging de koers omlaag. En die door al het slechte nieuws in 2020 al hartstikke laag stond. Even tussendoor, mocht je een broker zoeken om je aandelen te kopen, zelf gebruik ik zoals vele Nederlanders de Giro om mijn aandelen te kopen. Mocht je interesse hebben om een account aan te maken bij de Giro, in de beschrijving staat een linkje. Registreren via de link helpt ook nog eens het kanaal, dus dat zou ik altijd waarderen. En Galapagos is een populair aandeel onder Nederlandse beleggers en het is nooit leuk om te zien dat heel veel mensen heel veel kapitaal zijn verloren. Want het is nu met 25% gezakt, maar de daling begon nog veel eerder. Als ik dit inspreek is het 11 februari, precies een jaar geleden stond de aandeelprijs op 235 euro. En nu is de aandeelprijs 71 euro. Dus er is sprake van een daling van bijna 70% in een jaar tijd. En dat is extreem pijnlijk, want nu is er een wonder nodig om weer te herstellen richting die oude aandeelprijs van 235 euro van een jaar geleden. Snel weer boven de 100 euro zitten zal voor heel veel beleggers op dit moment al flink wat pijn schelen. Alleen het vertrouwen neemt steeds verder af, want als aandeelhouder moet je klap na klap incasseren. En de huidige aandeelhouders die durven niet eens meer te denken aan een prijs van 200 euro per aandeel, terwijl een jaar geleden dat juist iets werd gezien als iets negatiefs als het onder de 200 euro zou zakken. Nu zullen ze al blij zijn als het over de 100 euro komt. En de beleggers bleven vertrouwen houden in Galapagos ondanks het slechte nieuws over het reuma geneesmiddel, maar het lijkt erop dat heel veel beleggers er langzamerhand wel klaar mee zijn. Ik maakte ook een video over Galapagos in augustus, toen het nieuws naar buiten kwam dat de FDA geen goedkeuring gaf voor het reuma geneesmiddel. Toen gaf ik ook aan of ik ging instappen of dat ik dat niet zou doen, want vaak bij een extreme daling zie je dat heel veel beleggers willen instappen. Misschien niet eens omdat ze heel veel vertrouwen hebben in het bedrijf of in het product wat ze aanbieden, maar ze denken vaak als het weer herstelt pak ik flinke winst. En in die tijd heb ik ook heel veel gelezen over een aandeel en ik las elke keer weer hetzelfde. Weer een plukje aandelen gekocht. Gemiddelde aankoopkoers heb ik weer naar beneden gehaald. Toen was er dus nog echt vertrouwen dat het op lange termijn weer goed zou komen. Toen was de prijs zo'n 110 euro. De cashpositie is nog steeds erg goed, alleen die cashpositie wordt steeds minder belangrijk omdat aandeelhouders het vertrouwen helemaal verliezen.
dan kan Galapagos nog heel veel cash beschikbaar hebben voor onderzoeken en nieuwe medicijnen. Als heel veel beleggers klaar zijn met Galapagos door de tegenvallende resultaten, maakt die cashpositie niet heel erg veel meer uit. Er was heel veel vertrouwen in Galapagos, dus dat veel aandeelhouders nu de handdoek in de ring gooien, is veelzeggend. Voordat we doorgaan met de video, zou ik het echt waarderen als je nieuw bent om nog heel eventjes te abonneren. Het is helemaal gratis, dus ik zou het zeker op prijs stellen. Veel aandeelhouders houden vast aan de cashpositie van Galapagos, waardoor de huidige aandeelprijs te laag zou moeten zijn. Maar dat is vooral hopen dat het weer goed komt in mijn optiek. In augustus, toen de FDA het reuma-geneesmiddel geen groen licht gaf, kon ik het vertrouwen nog enigszins begrijpen. Kans was er gewoon dat het nog goedgekeurd zou worden, maar nu blijft er weinig toekomstperspectief over. En ik denk echt niet dat Galapagos binnen een jaar opgedoekt gaat worden, maar met het huidige management zie ik ze dit niet meer rechttrekken. Keer op keer laten ze aandeelhouders in de kou staan. Natuurlijk bestaat de kans dat Galapagos weer herstelt nadat dit slechte nieuws over het longmedicijn door aandeelhouders is verwerkt, maar ik ga zelf mijn vingers er niet aan branden. Misschien een kleine swingtrade neerzetten met een stoploss, maar zelfs die mogelijkheid laat ik aan mij voorbij gaan. Zelf ben ik ook geen expert op dit gebied, biotechbedrijven laat ik daarom ook heel vaak links liggen. Als ik geen diepe kennis heb over een sector, dan stap ik er ook niet in. Maar als ik nu wel de kennis had in deze sector, had ik hem waarschijnlijk alsnog links laten liggen. Er zijn in mijn optiek veel betere opties om in te beleggen. Galapagos is namelijk een aandeel in vrije val en ik probeer geen vallend mes te vangen. En 2020 heeft laten zien dat heel veel mensen die toen wel zijn ingestapt, nu ook flink in de min staan. Want toen het zakte van €250 naar €134 in maart van 2020, sprak iedereen over een bodem. En om eerlijk te zijn kon ik dat nog wel begrijpen, want het was vooral door het virus. Het herstelde weer naar €213, heel snel, dus dat was een goed herstel. Alleen sindsdien bleef het maandenlang omhoog gaan met een diepe val in augustus met 36%. Van €165, dat was natuurlijk alweer wat lager dan het toppunt van het herstel van €213, zakte het uiteindelijk naar €102. Toen waren de aandeelhouders het eigenlijk wel eens, €102, ja dat moet toch wel echt het dieptepunt zijn. Om vervolgens halverwege december van €97 te zakken naar €79, waarschijnlijk herken je wel een beetje het patroon, dat was volgens velen toch wel echt het dieptepunt. Veel lager, ja dat kan bijna niet. De cashpositie is inmiddels veel te groot om onder de €79 te gaan zitten. En toen was het in februari €92, dus er was weer sprake van een herstel en het zakte weer naar €67. En een keer zal natuurlijk de bodem bereikt zijn, het kan echt niet alleen maar omlaag gaan. Maar wanneer dat is, is erg lastig te voorspellen. Er is al heel veel kapitaal verloren gegaan door te beleggen in Galapagos en ik blijf er daarom ook ver vandaan. Dus ik neem geen positie in bij Galapagos. Laat zeker in de comments eventjes achter hoe jullie denken over het aandeel. Wil je juist nu wel instappen? Of is dit een bevestiging dat je denkt, ja Galapagos, dat is eigenlijk een beetje einde verhaal. Ben altijd benieuwd hoe jullie erover nadenken. We komen dus nu wel aan het einde van deze video. Mocht je de Discord willen joinen over beleggen, kijk dan in de beschrijving of kijk naar de vastgepinde comment. Daar plaats ik altijd een linkje. Al bijna 5000 leden en het blijft maar groeien en groeien. Dus als je wilt joinen, het is helemaal gratis, je kan gewoon het linkje aandrukken. Voor nu wil ik jullie wel bedanken voor het kijken. En als je meer van dit soort video's wilt zien, vergeet dan zeker niet te abonneren. En ik zie je graag terug bij de volgende video. Later.